Ja, yo, beste kijkers van Daan van Geels. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe video van mijn YouTube-kanaal. Jullie zien het, ik ben weer op de camping en het wordt weer tijd om maar weer eens lekker te gaan vloggen. En ik ga natuurlijk ook nog, voordat ik deze vlog ga afsluiten, jullie eventjes een paar andere dingetjes laten zien die de afgelopen dagen zijn gebeurd toen ik hier maar heel eventjes was. Dus dat ga ik jullie ook nog laten zien. Maar verder ga ik sowieso weer lekker weer opnieuw een vlog maken. En jullie zien het trouwens. Het is achter mij is het dit keer lekker zonnig. Geen wolkje aan de lucht. Dus dat betekent lekker een zomervlog alvast. Ja, het is natuurlijk nog geen zomer. Maar in mijn ogen lijkt het al een beetje op zomer, vind ik. Al had ik dan wel verwacht dat de temperatuur dan ietsje warmer zou zijn. Maar in ieder geval, ik ga dus weer lekker voor jullie vloggen. Let's go! Alle bonities van de markt. Ja, beste kijkers, het is alweer lekker zonnig. En ik ga natuurlijk jullie weer allemaal leuke dingetjes laten zien. En het wordt denk ik super leuk. Maar ik durf te wedden, beste kijkers, dat alles in ieder geval weer een beetje zomers zal worden. Want in mijn opinie ziet het ernaar uit dat het wel gewoon mooi weer blijft vandaag. Ik hoop alleen niet dat die wolken terugkomen. Want ik zeg gewoon, beste kijkers, als er wolken zijn in de zomer, verpest het alles. Want alleen zon is naar mijn mening het fijnste. En ik ga natuurlijk weer met jullie leuke dingen doen. Let's go! Ik heb het gedaan. Oké. Het wordt nu tijd om maar eens eventjes lekker te gaan fietsen en dan naar de zwerfkei te gaan. Maar, denk maar niet dat ik ooit van mijn leven voor slechte conditie ga roken. Ooit in mijn leven. Ooit in mijn leven. Maar goed, ik wilde jullie trouwens ook nog bedanken voor de 800 abonnees. Want ik had nooit verwacht dat het zo zou gaan, maar bedankt. Want ik heb namelijk alweer iets heel bijzonders op de planning staan, beste kijkers. En jullie zullen wel zien wat het is. Let's go. Nou, we zijn in ieder geval weer hier aangekomen. En het wordt tijd om maar eens eventjes binnen te gaan kijken naar wat ze aan het doen zijn. Want ik weet natuurlijk dat ze wel daar binnen iets aan het doen zijn. Maar we gaan in ieder geval eventjes kijken. En, zoals ik al zei, bedankt voor de 800 abonnees, beste kijkers. Ik ga trouwens, omdat ik al de 800 abonnees heb gehaald, ga ik weer iets speciaals maken. Maar dat komt nog wel. Ik ben nu eerst hier en als ik weer in Emmen ben, dan ga ik het pas maken. Maar ik ga nog niet zeggen wat. Dat is weer een verrassing. Het is altijd natuurlijk een verrassing als ik dan een special wil maken. Maar ik beloof jullie wel dat het iets heel speciaals zal zijn. In ieder geval, laten we eventjes binnen gaan kijken. Let's go! Billy Caballero! Het wordt tijd, beste kijkers, om maar weer eens even naar de caravan te gaan. Want ik ga natuurlijk mezelf even klaarmaken voor het zwembad. Want, beste kijkers, als er iets is waar ik van hou, is het wel zwemmen. Moet ik wel eventjes natuurlijk uitkijken. Maar goed, ik zie jullie zo meteen. Het wordt tijd om maar weer eens even lekker verder te gaan. Want ik ga namelijk lekker zwemmen. Het wordt denk ik maar eens tijd om eens lekker van de zon te genieten. Denken jullie ook niet? Maar ik durf wel te wedden met beide handen dat het wel leuk wordt. We zijn inmiddels alweer eventjes een paar uurtjes verder, beste kijkers. Het is nu in principe het midden van de middag. Dus dat betekent, ik ga maar eens eventjes lekker zwemmen. Ik geloof dat het nu wel ongeveer 1 uur is. Maar goed,
Ik heb nog in ieder geval de hele middag. En ik ga natuurlijk weer eventjes lekker zwemmen. In ieder geval, jullie mogen dus gewoon lekker gaan genieten wat ik ga doen. En ik snap niet wat er met mijn spraakgebrek is. Ik heb echt moeite met praten vanavond. Maar goed, ik ga in ieder geval eventjes lekker zwemmen. En dan kom ik jullie zometeen bij jullie terug. Dus tot zo. En ik ben inmiddels weer eventjes lekker het zwembad uit. En ik ga zometeen natuurlijk wel weer zwemmen. Maar ik ben eventjes hier bij de activiteit. En kijk eens. Welkom bij vandaag de nieuwe activiteit. Yes! Zo is het. Ik ga dus... tweede ticket. Ik ga dus eventjes meedoen met een activiteit. En ik weet in ieder geval wat het is. Het is een tikspel, maar... ik hoor nog wel eventjes hoe het verder gaat. Dat horen wij nog even. Ja, zo is het. Jarno is zijn naam. Jullie hadden hem al eens een keertje gezien, of niet? Weet je nog? Yo, yo, yo! Daan van Gils in de building! En de rap. Ja. Stop met roken. Ik zeg zo vaak, roken is ongezond. En toch gaan veel jongeren en zelfs... kinderen al roken en ik snap niet waarom ze dat überhaupt doen, maar het is te ongezond. Maar ik ga dus meedoen. Tot ziens! Hallo! Beste kijkers, wil Lexi nog eventjes in mijn vlog. Hallo! Wil je nog iets leuks zeggen? Ja, je moet allemaal op Daan van Gils account abonneren en alle video's liken. En ja, en commenten met lieve berichten. Ja! Zo gaat het. Dag, en kijkers. Wij gaan weer naar de Kevin. Let's go. Zo, beste kijkers. Ik zit weer lekker eventjes hier in de Kevin. Maar ik ga zo meteen wel eten. Ik ga namelijk naar een patatzaak met mijn vader. Dus dat wordt dan weer lekker. Ja, beste kijkers. Ik eet elke week
patat. En ik word gewoon helemaal niet dik. Is wel toevallig. Nee. Dat komt omdat ik natuurlijk veel sport. Maar ik ga denk ik nu wel eventjes een lange broek aantrekken. Want het begint nu wel ietsje kouder te worden. Maar ik heb natuurlijk nog wel super veel plezier. Maar ik vind het wel jammer dat het volgende week gaat onweren en regenen. Maar dan ben ik gewoon lekker heel veel binnen. Thuis. In Emmen. En ik ga natuurlijk zometeen weer weg. Dus tot zo. En beste kijkers, het is inmiddels alweer bijna avond. Het zal natuurlijk nog wel donker moeten worden. Maar het is in principe wel ongeveer 6:30. En dat betekent dat het alweer laat is. Maar ik ga nog wel één leuk laatste dingetje aan jullie zien. En dat zien jullie zo meteen. Het is in ieder geval iets waar ik zelf ook 100% aan mee ga doen. Het is wel een tijdje geleden dat ik er aan mee deed. Maar het wordt in ieder geval wel mooi. En daarnaast, jullie zien het natuurlijk al. De zon die schijnt nu achter mij. Nou ja, nu recht voor mij. Maar dat betekent wel dat de tijd snel voorbij gaat. Ik vind eerlijk gezegd, beste kijkers, dat de jaren veel te snel voorbij gaan. Vinden jullie ook niet? Maar in ieder geval, zometeen komt er dus nog een leuke activiteit voor in de avond, waar ik eventjes aan mee ga doen. En dan wordt het weer tijd om de vlog af te sluiten. Let's go! Knop personnel in action! Nummer 27. Nummer 5. Nummer 5. We gaan door met nummer 67. 67. We gaan door met nummer 53. 53. Oeh, spannend. Ik wil iedereen horen. Nummer 80. Heel goed. Het was nummer 80. We gaan door naar nummer 7. Nummertje 23. Nummertje 23. Nummer 51. Nummer 89. Nummer 8. Nummer 84. Ik herhaal nummer 84. Nummer 43. Ik herhaal nummer 43. Hoorde ik een bingo? Dan gaan we door. Nummer 86. Nummer 86. Nummertje 71. Nummertje 71. Nummer 64. Nummer 64. Is dat bingo? Helemaal goed, dan mag u naar voren komen. Nummer 26. Ik herhaal nummer 26. We gaan door met nummer 5. Nummer 5. Nummer 76.
Nummer 76. Nummertje 21. Nogmaals, nummer 21. Nummertje 56. Nummer 56. Nummer 89. Ik herhaal nummer 89. Achterin ben ik nog steeds goed te verstaan. Perfect. Dan gaan we door met nummer 67. Ik herhaal 67. Het laatste cijfer, nummer 1. Ik herhaal nummer 1. We spelen nog steeds voor maar 1 rij. Gevolgd door nummer 15. Nummertje 15. Nummertje 73. Nummertje 73. Gevolgd door 41. 41. En dan gaan we door met nummer 51. Ik herhaal 51. Nummertje 49. Nummer 49. Laat die game handen zien! Nou, beste kijkers. Het was een fantastische avond, vond ik. En mochten jullie dit alsnog weer eventjes een superleuke vlog vinden, druk dan zeker natuurlijk weer eventjes op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal weer snel terugzie bij de volgende video op dit kanaal. Ja, ik heb natuurlijk nu eventjes mijn douchespullen bij me, maar het is natuurlijk al heel laat en ik ga douchen. En jullie zien ook achter me, het wordt langzamerhand al donker. Maar ik ga dus de komende dagen ook weer beginnen aan mijn nieuwe special. Want ik heb natuurlijk de 800 abonnees alweer gehaald. Bedankt daarvoor. See you all later!